Grootste Boer, mag ik jou hartstikke veel oprechte dank toezeggen voor een hartstikke warme welkom wat ik van jou hier heb mogen krijgen. Ik ben hartstikke blij dat we nou weer op de peu van ons oude station aangekomen zijn om aan de grootste, de leukste en de vitaliserendste verjongingskuur ooit te beginnen. Ik heb mijn kop niet meer wachten om naar het centrum van de stad te gaan om daar de sleutel en de macht over de leut in ontvangst te nemen. Beste krabben, gaan jullie met me mee? Dan gaan we gauw naar de markt. Af op mijn leutet! Te blijven. Maakt niet uit hoe oud wij zijn, hoe oud wij hopelijk worden. Maar het belangrijkste om jong van geest te kunnen zijn, is de vastenavondgeest. En wij hebben een jonge voorganger die het verdiend heeft om ook dit jaar de sleutel te dragen en daarmee het gezag over de leut te krijgen. Hierbij vraag ik aan mij te geven de sleutel. Doreen is de enige jonge ambtenaar die vandaag mag werken. Ik wil met jullie als getuigen, en omdat jullie het goed vinden, deze sleutel van de stad Bergen-op-Zoom overhandigen aan maar één persoon die ons voor kan gaan in die jonge geest van vastenavond, de Noogheid! Gezien het beste krabben, de nar is er helemaal klaar voor, onze jarige nar is er helemaal klaar voor. Steek het eerste klaar voor, de grootste boer is er klaar voor. En volgens mij zijn we er allemaal wel klaar voor, beste krabben, of niet?
Daarom, beste jeugdigen, energieke, strak in het vel zittende, vitale, goed uitgeruste, gescrupt en gepielde, gadvergemens goed gelefte krabber. Het is vastenavond bij ons in Krabbergat. En de komende dagen die zullen ervoor zorgen dat we zoveel vastenavond vitamines hebben, dat we voor het hele jaar vol energie zitten. Maak er een hele goeie van. Beste krabber, Achen, maar leuk dat! We krijgen goeie weer, onweer en vooral heel veel confetti. Dus goed blijven kijken. Goed morgen.